Hallo lieve mensen, ik ben Marije en welkom bij een nieuwe aflevering van Dat Kan Toch Niet Vegan! Nou, vandaag gaan we iets maken wat ik vorige keer al aankondigde, namelijk we gaan ei maken van pompoenpitten. What? Dit is zo'n bizar recept en vooral verdomd makkelijk dat ik dacht, ik moet dit gewoon proberen. Ik heb het dus ook nog nooit geprobeerd. Jullie gaan nu live meemaken of dit een succes is. Wat ik heb gedaan als voorbereiding, ik heb deze pompoenpitten in water gezet, in een laagje water en dat een nacht laten staan. Waardoor het velletje een beetje, of de schil een beetje is losgekomen. Daarna heb ik het gewassen en een beetje tegen elkaar gewreven, zodat die schil een beetje loslaat. Niet van alle pitten, geeft ook niet, maar dat er in ieder geval van een, een beetje schil weg is, om het zo maar te zeggen. Wat je nodig hebt, is een hele goede blender. Dit is niet per se een hele goede blender. Je hebt zo'n high speed blender nodig, maar goed, ik ga het gewoon proberen hiermee en we zien het wel. Dus het wordt nu al niks, is wat je zegt. We beginnen al met een achterstand. Nou, maar misschien de mensen thuis niet. Misschien hebben de mensen thuis wel een fancy blender. Ja, maar die gaan niet geïnspireerd raken door jouw halfbakken poging natuurlijk. Nou, eerst zien dan geloven. Ja, precies. Schrok je dat je iets goed zei? Ja. Oké, de blenders gaan... Nee, de blenders gaan... Boter is judging you. De blenders gaan in de blender. De pitten gaan in de blender. Ik wil ook pitten. Oké. Maar niet in een blender als het kan. Daar voegen we een beetje water aan toe. Ik begin met 100 milliliter. Nou, ik begin met 200 milliliter. Ja. Dankjewel, assistent. Wat prettig werken dit. En dan gaan we gewoon een paar minuten blenderen. Een paar minuten? Ja. Tot het een lekkere, zachte structuur wordt. Oké. Dit is nog iets te dik. Dus ik ga er nog een beetje water bij doen. Wat is dit? Ik ga er gewoon voor. Soms moet je een beetje agressieve beslissingen maken in het leven. Nu gaan we het ei op smaak brengen en op kleur. En voor de kleur gebruiken we gewoon een beetje kurkuma. Voor de smaak knoflookpoeder en zwart zout, oftewel kalanamak. Dit. Wat er gebeurt als je het hierna nog gaat koken, is dat het wel een beetje van zijn smaak verliest. Dus dit ga ik ook nog toevoegen aan het einde. Een paar gram. Gewoon een paar. De wetenschappelijke benaming is een paar gram. Begin licht met de kurkuma. Want ik hoef ook weer geen fluoriserend ei te hebben. Oké. Dat gaan we weer even blenderen. Nou, er mag duidelijk nog veel meer turmeric bij. Kurkuma. Want er gebeurt echt helemaal niks met de kleur. Nou, dit is best een mooie eikleur. Sure. Lekker een groene smoothie. Ja, yeah, smoothie. Dit zet ik even in de koelkast. Een beetje koud worden. En daarna gaan we het bakken. Oké, we hebben even staan koelen. En het is tijd om te gaan bakken. Meenemen een beetje boter natuurlijk. Want eieren bak je het liefst in boter. Dit is natuurlijk plantaardige boter. Boter, ga ze in die pan. Ah, oh, ik ben zo benieuwd. Dus dit groene breitje moet ei gaan worden. Ja, weet je waarom het natuurlijk nog een beetje groen is? Omdat ik gewoon niet genoeg pitten waarschijnlijk. Of de korst van de pitten. Hoe zeg je dat? De schil van de pitten af heb gehaald. Dat denk ik. Oh, we gaan merken. Dus als jij een geler ei wil, dan moet je nog even beter je best doen op de schillen verwijderen. Spannend! We gaan er gewoon omelet van maken. Zo. Ja, maar hoe heet dat? Roerij. Wat is hier allemaal? Roerij. Oké, dit ziet er helemaal niet buitenaards uit. Dit maanlandschap ga je gewoon zo laten gaan. Ja. Even de onderkant aanbakken en dan ga ik... Scrambelen.
visueel is het wel een van je mindere tot nu toe. Ik weet niet wat het nog moet gaan worden, maar... Ik bak het een beetje in een rare pan, maar dat komt omdat ik op dit moment geen koekenpan heb die niet ontzettend aanbakt. Dus voor alle merken die me willen sponsoren. Soms geef ik die anti-vegan schreeuwgekkies wel gelijk, hoor, want wat is dit nou? Wacht maar tot je proeft. Ja. Waarom ben ik zo zelfverzekerd? Ja, precies. Misschien wel een tandje hoger. Gewoon gekke meid, doe dat gewoon. Gewoon een gekke meid. Doei. Als je het zoveel, weet je niet waar de plant eindigt en het eten begint. Dit is toch bizar dat dit gewoon van pompoenpitten met water komt. Dit is toch gewoon heel tof. Drumroll please. Oké, ik heb hier een lekker broodje voorbereid. Broodje voorbereid, pop. Broodje voorbereid. Tijd voor de conclusie. Zo lief. Vind je zo dapper nu? Dit smaakt zoveel beter dan het eruit ziet. Ja? Het is insane. Ik zweer je dat ik gewoon scrambled eggs aan het eten ben. Wow. Die groen zijn. Dit is echt heel lekker. Oh ja? Ja. Wat goed. Dit is echt heel lekker. Dit is echt heel lekker. Deze gepureerde broccoli op dat. Ik ben benieuwd wat de nuchtere Nederlander hiervan vindt. De nuchtere Nederlander test. Ik heb gezien wat erin ging, dus dat is niks gevaarlijks. Dat is inderdaad niet gek. Het is een soort kruidige scrambled eggs of zo. Ja, er zit een beetje veel kalmanalamalak in. De grote test. Mayonnaise. Vier mayonnaise. Scrambled eggs eet je toch niet met mayo? Echt wel. Je bent ook zo raar, jij. Cijfer, cijfer. Nou, als het 10 een absolute perfectly gelukt scrambled egg is, dan is dit toch wel... Of ja, de kleur doet natuurlijk niet veel goed. Geef dit toch wel een 7,9. Wauw! Nou, zo zie je maar weer. Je hoeft er niet altijd lekker uit te zien om ook lekker te zijn. En dan dat bombshell. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Heb je ideeën voor deze serie? Laat het me ook weten. Tot de volgende keer! Mayo. Goed. Eten!